misschien is het leuk als je de zee als achtergrond hebt. Ik kom toch uit Zeeland. Ja, ja, dat is ja. Goed. Wat is een succesverhaal? Een succesverhaal kan iemand zijn die voor het eerst funded is, of binnen een jaar behaalt wat hij wilde halen. Maar een succesverhaal is ook Robin Stewart. Iemand die nog steeds alles deelt met de community en echt als een raket gaat op dit moment. Jullie gaan het zien. Dit is onze spotlight en onze senior. We spreken jullie in deze video. Goed, leuk. We hebben even de auto's neergezet en een stukje gaan rijden. Maar waarom? Niet om dik te doen, maar wel om te laten zien en te motiveren natuurlijk. Maar op dit moment zit bijvoorbeeld Robin ook in de grootste positie van zijn leven. En die wou gewoon even langskomen om ja, eigenlijk er doorheen te komen. Want als je alleen maar thuis zit met zo'n mega positie, dan kan dat best wel moeilijk zijn. En voor ons is het ook gewoon heel gaaf om dit even naast elkaar te zien. Want we hebben allemaal deze auto's bij elkaar getraind. Dus er is gewoon keihard gewerkt. Kijk mee, geef zelf ook een beetje gas en geniet van de video. En wie heeft er nou gewonnen? Sam was te langzaam, hè? Was Sam te langzaam? Ja, natuurlijk. Sam die ging niet zo hard. Nee, die ging niet zo hard. Deed ik niet goed. Wie heeft er nou gewonnen? Ik weet wel dat ik allemaal stenen hoorde. Want... Stenen? Ja, tegen de lang. Dat is wel kut. Maar goed, we gaan het toch rappen. Ja, terug naar het kantoor. Terug naar het kantoor. Maar Sam, vertel even, je gaat zoomen? Ik ga zoomen. Wat ga je bespreken? Ik zit nog steeds in URCF en Robin zit ook in URCF. Ik wil even kijken naar een stukje yen, want ik verwacht dat we upside kunnen krijgen. Ik heb gisteren hier zo een alarm gezet. Ik denk dat er heel veel mensen daardoor zijn uitgegooid, zie je dat? Dat zie je bij, als ik hem even omdraai, dan zie je dat hij bijvoorbeeld bij UJ wel de onderkant heeft gepakt. Maar dat hij dat bij de Yen Basket niet heeft gedaan. Dat geeft mij wel een hint dat we op UJ nog een grotere retracement kunnen krijgen. En die wil ik misschien gaan pakken. Verder, euro verwacht ik nog steeds omhoog. En ja, ik laat gewoon zien waarom ik de positie nog vasthoud. Het is nu 1 minuut over half. Dus ik moet de Zoomlink gaan sturen. Want we zijn meestal te laat met de Zoom. En dat is dan 2 minuten. Daar heb ik zelf 2 minuten. Ja, toch? Als je dan ziet hoe jij het doet en Rutger, en dan gewoon een paar, van hoe vloeiend dat erin zit. Al denk je dat je het in je hoofd goed kan uitleggen, als je het hardop moet zeggen, dan... Ja, ik hoorde je ook een beetje twijfelen. Is echt anders. Ja. Maar op zich is dat is, geloof me, blijf het doen. Echt over een maand, zien we die vooruitgang echt de pan uitschieten, zeg maar. We wilden eigenlijk even wat opnemen met Sam. Ja, want Sam die moest even naar het toilet, dus we doen het even nu hier. Doen het even zo. Vertel eens even wat hier gebeurt. Ik heb 2 weken geleden een andere auto gekocht. Dus dit is de nieuwe. En hoe ben je daar aangekomen? Ik doe natuurlijk fulltime traden. Dus ik had hiervoor een Porsche Cayenne. Die ging kapot. Toen had ik tijdelijk even een leenauto en toen was er weer tijd voor wat nieuws. Ik zie het. Kunnen we een rondje rijden? Ja, ga mee. Het is een BMW i8. Ja. En ik rijd nog best wel veel kilometers. Dus ik vond het zonde om een Audi RS5 of weet ik veel wat te kopen. En ik heb een nieuw huis in Rotterdam met allemaal efficiënte zonnepanelen op het dak. Dus kan ik deze daar dadelijk ook gewoon opladen, want het is een hybride. Dus je kan en elektrisch rijden of op benzine. En ook tegelijkertijd? Ook tegelijkertijd. Nu rijdt hij op benzine dan, maar als je in de stad rijdt, dan zet je hem gewoon... Is dat een 3-cilinder? Ja, dat is van een Mini Cooper. Oh ja. Een Mini Cooper motor zit erin. Maar het is wel gewoon 400 pk, dus het gaat ook gewoon hard. De weg is niet helemaal leeg nu, dus we kunnen niet even gas geven. Je had mij net kort verteld over die verandering die je meemaakt als je een auto hebt. Dingen die bij de tankstation gebeuren en zo allemaal. Ja, ik maak wel gekke dingen mee. Ik heb het meegemaakt dat ik ergens stop om even naar het toilet te gaan bij de Shell. Mensen stappen uit, die volgen je helemaal mee naar binnen, eigenlijk de wc in om hun verhaal te doen. En uiteindelijk ben je een half uur met ze in gesprek over wat je doet en wat een beetje je ambities zijn, wat je werk is. En dan eind van het verhaal willen ze alleen hun bedrijfskaartje geven als het ware. Ja, dus, vanwege die auto? Vanwege de auto, terwijl het is ik heb hem gebruikt gekocht. Het is een auto uit 2017, dus het is geen nieuwe auto. Alleen je ziet het niet vaak. Het is een best wel uniek ding om te zien.
natuurlijk. Ja. Het is geen supercar. Althans, ik vind het geen supercar, andere mensen wel. Maar... Jij bent echt een van de meest nuchtere gasten die ik ooit heb ontmoet, zei ik net ook. Ja, en waarom is dat? Ja, ik weet niet, ik ben gewoon heel rustig. Maar dat is waarschijnlijk ook de reden dat jij goed kan treden. Nou, ik kan... Dat je er gewoon rustig en emotieloos... Nou, ik kan als ik in een... trade sessie zit, dan kan ik best wel snel afgeleid raken. Of, maar ik zit natuurlijk met die twee andere gasten op kantoor. Maar wat ik dan vaak doe, is ik doe gewoon een headset op of zoiets. Ja. Want jij hebt ook ADHD, toch? Ja, ik heb geen ADHD, maar ik kan niet... We hebben altijd een soort van impuls nodig, dus dat kan niet stilzitten. Ik zit altijd met mijn handen of ja. Ja. Hoe pas je dat toe op treden? Verstand op nul. Gewoon, ik zit nu zit ik ook al dagen in een trade op euro CHF, euro Zwitserse frank. Ja. Ik kijk eigenlijk nu niet meer. Het is een hele lange positie waar ik in zit, dus ik kijk meestal 1 of 2 of 3 keer per dag naar wat de status is met een marktopening. Dadelijk om 2 uur hebben we New York, dus dan kijk ik even. En voor de rest laat ik die chart eigenlijk gewoon met rust. Ja. Het heeft voor mij geen zin om op de 5 minuten of om op de 10 minuten te gaan kijken. En, voeten op tafel, zeggen ze bij Fuxel. Ja. Ja, in dit geval is het ook wel een beetje zo. Hij staat nu ook al goed in de winst. Dus kijk op hoeveel we hem kunnen sluiten. Hij staat nu goed in de winst. Ja, die staat wel goed in de winst, ja. Dus hij gaat gewoon langzaam de goede kant op. Wanneer sluit je hem? Of heb je een manager, jij treedt naar een TP toe die je al hebt vastgesteld? Of kijk je gewoon aan de hand van de prijsactie? Nee, ik heb wel een take profit point staan, maar het zal verwachting pas volgende week zijn dat hij daar is. Ja. Maar wat ik wel doe, is ik doe mijn stoploss mee omhoog bewegen. Dus die zet ik gewoon langzaam in de winst. Dus in principe heb ik geen risico. Ik heb alleen het risico nu op. Of wat hij in de winst staat, wat ik kan verliezen, een gedeelte. Maar hij gaat niet meer richting een negatieve balans, als het ware. Maar dat doe ik ook vaak om gewoon die commissiekosten te dekken. Dat ik hem in profit zet, stoploss net iets boven de entry. Dan ben ik, in ieder geval, dan ga ik niet met een negatieve balans uit een trade. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Broodje Sam. Broodje Sam. De verkeerde kant op. Heb jij wel eens een broodje Sam op? Ik heb wel een keer een broodje Sam. Oké, okay. We gaan nu een broodje Sam halen. Een beetje de standaard broodje, als je hier op kantoor komt. Ja, je ontkomt er niet aan, hè? Ja, klopt. Echt waar. Als er ooit een member hier bij FXL op kantoor komt... Dan haal je een broodje Sam. Dan haal je sowieso een broodje Sam. Eigenlijk moet je dan ook even de ingrediënten even... Voor mij, wat was het? Kip, tabasco... Cheddar kaas... Komkommer. Goed, jullie hebben mooie beelden gezien net. Ik heb Robin even naast me op de stoel gekregen. Hij zit stil deze keer, dus let er niet op. Maar we gaan jullie wat vertellen over Robin's verhaal. En ik ga ook even kijken wat kritische vragen kan stellen. Want bij zulke grote sprongen kunnen er ook wel eens dingen misschien misgaan. Of een verkeerde richting hebben. En ik denk dat het wel goed is om te kijken of Robin daar huiverig op is. Of dat hij gewoon een lucky shot heeft. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit. Dus, Rob. Je hebt jezelf wel geïntroduceerd net, ja, of niet? Ja, net in de camera al. Okay. Voor de deur. Hoe staat het ervoor? Gaat goed. Wat is goed? Niet in de cijfers, nummers, maar... Cijfers gaan goed. Cijfers gaan goed. Lekker. Hoe is mentaal? Mentaal gaat ook goed. Okay. Heb je ups en downs gehad? Merk je dat je in een bepaalde flow bent? Want je bent voor mij wel een keer 10 keer 20 gegaan. Ja, ik denk wel in een goede flow, maar ik ben wel bewust daarvan dat... hoe ga ik dat uitleggen? Kevin, degene waarmee ik samen treed, die doet mij af en toe wel even bewust maken van het bedrag is nu zoveel. En, ja, want je bent in één keer van 20, 30k payouts naar nu trades van, ja, nu op dit moment loopt het voor maar meer dan een ton winst. Ja, het dat is gewoon floating nu. En eigen geld. Dat is eigen geld, allemaal eigen geld. Daar heb je, hoe lang ben je al bezig met traden? Echt met traden, ja. 6 jaar geleden begonnen op Binance. Gewoon met een hefboom keer 125 en gas geven. Ja, ja, ja. Maar dat was het nog niet. Dat ging daarna. Het ging even een paar weken goed en toen alles kwijt. Ja, jullie hebben dat toen verteld, ja. En
Droomde je toen van dit moment? Nee, het was er helemaal niet mee bezig. Niet zo serieus als nu, want nu is het gewoon echt mijn leven. En mijn werk als het ware. En merk je ook dat, je hebt je vrouwtje, zei je? Ja. Hoe staat die erin? Ja, die heb in het begin dit jaar, zei ze wel zo, zit je nu weer op kantoor? Of zit je weer, ben je weer bezig met toch, dat? Ja, maar dat toch, was ook al ga je super lekker. Nee, dat was in het begin voornamelijk. Want dan was ik gewoon, ik sloot mezelf op thuis in kantoor. Achter mijn computer en ik zat daar soms 10-12 uur. En zij was ook gewoon thuis en dan was ik gewoon 12 uur afwezig. En wat deed je dan in die 12 uur? Was bezig met de chart, dingen aan het uitzoeken. Met betrekking tot strategie? Gewoon strategie, dingen checken, testen, dingen nalopen. Hoe loopt dit of wat gebeurt als de markt dat doet? En je treedt alles handmatig? Ja. En daarnaast werk je ook samen met Ruben? Ja, en Kevin. En Kevin? En dat zijn twee oude maten van je? Ja, die ken ik al 16 jaar beide. Ja. Ooit begonnen als een soort van autogroepje. Allemaal dikke auto's en stonden elk weekend te hangen bij de wasbox. Ja, je had een R32 Skyline, zei je? R33. Zo'n R33 Skyline. Kevin die had een Nissan en Ruben die had ook wat. Ja, en nu is het wat serieuzer geworden, denk ik. Jullie zijn samen net een kantoortje. Het is nog een kantoortje. Het is een kantoortje, het is niet heel groot. Nee, maar ook daar kunnen grote dingen gebeuren, zeg maar. Ja, we doen ook die propfirms. Ja, ik doe alles handmatig treden. En we hebben ook een gedeelte. Ruben die focust zich voornamelijk op de IA's. Dus die bouwt zelf robots. Ja, en Kevin is eigenlijk... zit ook bij FXL trouwens. Ja. Kevin zit ook bij FXL. En jij zit bij FXL. Ruben zelf heeft zijn eigen IA. Die is heel veel bezig met zijn IA's. Mm-hmm. En ik was daar, zoals je weet, best wel huiverig voor. Maar ik ben bij jullie langs geweest. En die weet wel waarover die lult. Ja, die heeft zichzelf de afgelopen 3 jaar ook gewoon thuis opgesloten als het ware. Ja. En gewoon gezegd van oké, ik kan treden handmatig, maar ik vind het niet leuk. Dus ik ga zorgen dat ik het kan automatiseren. Ja. En jij hebt er wel voor gekozen om door te gaan. Ja, ik doe handmatig treden. Maar En werken jullie dan in samenwerking nu? Ja, in principe alles wat we doen is samen. Oké. Alleen bijvoorbeeld die propfirm accounts, die hebben we samen. Ja, maar eigen kapitaal, dat is gewoon van mijzelf. Als het ware, maar we doen wel alle winst uit de propfirms, dat is allemaal gewoon gezamenlijk. Oké, en dat wel BV-structuur dan? Ja. Goed dat je nog niet alles op VOF loopt te doen, betaal je zelf helemaal blauw. Oké, en als ik nu kijk van, je hebt payouts gepakt, ja. Die heb je gebruikt. Alles weggezet in het begin. Ja, dat weet ik nog wel. Je ging één keer, zei je, alles in aandelen, crypto en dergelijke. Mm-hmm. En wat heb je daarna gedaan? Want je hebt op de duur genoeg weggezegd, denk ik, van de payouts. Ja, wat je vaak ziet is iemand krijgt bijvoorbeeld 20.000 op zijn rekening en die gaan het uitgeven. Ja. Maar wat ik deed is, ik deed zoveel procent in aandelen, zoveel procent in crypto en in een gedeelte gewoon voor belastingdienst. Ja, dat is ook wel... Dat is belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk. En daarna, na een aantal maanden payouts verder, ging ik ook een gedeelte in plaats van crypto of aandelen, ging ik dat op IC Market storten. Okay. Ging ik daar handmatig mee traden. Ja, dat weet ik nog wel. Toen had je voor mij, wat had je gestort? 30, 60? De eerste keer 20. 20. Daarna nog een keer 30. En toen ben je gaan risken? Toen ben ik gaan opschalen. En hoe ziet dat eruit? Ja, wat ik nu doe, laten we zeggen toen, want je begon met je hebt dan 50.000 euro op je IC Markets account staan. Naar een ton getreed. Oké, met hoeveel risk? Gewoon 1% risk, gewoon 1 op 3's, 1 op 4's. Oh ja joh, daar heb je er best lang over gedaan. Soms ook lange moves. Maar dan wel met 2 of 3% risk. Ja, ik weet nog wel, zat je in een EA? Short. Ja, dat was short, ja. En dat je voor mij 3.000 euro risk opgenomen. Ja, klopt. En die heb je... 37.000 payout. Ja. Of winst. Ja, dat is geen payout meer. Nee, dat is gewoon winst. Pure winst. En dan staat je account op 100.000. Ja, en dan ga je niet meer 1.000 euro risk nemen. Wat ik toen heb gedaan is 80% eraf gehaald. Verder gegaan met 20.000. En dat... Ook weer 2000 euro risk? Ook weer 2000 euro risk. Dus je pakt dan eigenlijk 10% risk. Ja. En dat doe je om die andere 80.000 veilig te stellen. Ga je die dan gelijk weer allokeren naar aandelen? Nee. Die parkeer ik gewoon op IC Markets. Die staat daar gewoon stil te staan als het ware. Oké. En mocht er een scenario voorkomen dat die 20.000 er doorheen gaat? Dan begin ik opnieuw met 20.000. En is er dan ook een stop? Kan het ook zijn dat je alles wegtreedt op een duur? Of heb je daar al niet over nagedacht? Ik heb er nog niet over nagedacht, niet meer bezig geweest. Want ik hou altijd gewoon een risk management
toe aan voor mezelf, zeg maar, van oké, ik mag dit risken. Ja. Ben ik er doorheen, dan is het gewoon klaar. Oké, dus het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld, want nu staat je account, voor mij heb je die, wat je net zei was, ton, staat nu als balance. Ja. 130k floating, dus dat is 230k op een account. Mm-hmm. Trade loopt nog. Mocht het zo zijn dat je nu bijvoorbeeld nu je trade sluit, dan gaat er gewoon weer 150k of 200k gaat er vanaf. En dat gaat dan naar een ander IC Markets account? Ja, gewoon weer verder met 20k. En dat blijf je op die manier doen? Ja. Want je zei volgens mij dat het ook te maken heeft met, omdat de bedragen zijn nu zo astronomisch gegroeid. Ja, het is een stukje mentaal ook. Ik denk als dadelijk, stel ik sluit deze trade dadelijk, het staat de account op 6, 7 ton. Ja. Ja, dan ga ik niet in één keer... Is dat het meeste wat je ooit hebt gepakt? In een trade? Met traden wel, met crypto iets meer. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, we hebben een tijd van de shitcoins, dat ging goed. Oké, dus merk je ook dat je, want je hebt toen best wel een groot bedrag gepakt, zeg je. Moet je dat leren, grote bedragen verdienen? Moet je dat meegemaakt hebben? Ik denk dat je ook voornamelijk een keer op je bek moet gaan, in het begin. Gewoon, ja, sowieso. Wat ik heb gedaan met Binance, dat je, het stond toen 30k op die account en dan die één trade alles verliezen. Ja. Dat je gewoon, het is kut, maar daar leer je wel alleen. En daarna heb je weer gewerkt, heb je er weer bij gegaan. Toen kwam misschien die grote trade of zo, die waar je het net over had. Nee, toen met die AI-short. Nee, ik heb het over, je zei net dat je ook op crypto een keer echt heel veel had gepakt. Dat kwam daarna, na die Binance 30k verliezen. Ja, nou was een beetje dezelfde periode. Oké. Het was echt een soort van casino. Er kwam een of andere coin uit en je kocht hem en je had toch wel winst. En wat heb je daarmee gedaan? Daar heb ik toen een auto van gekocht. Oké, netjes. Tesla, en daar was ik ook al voor aan het sparen. Tesla, huis en zo had je toen geregeld? Huis had ik al. Oké, had je al. En ook domme dingen kopen. Dat je nieuwe shitcoin uitkomt en je denkt, oké, ik gooi de 20k op. Maar je wordt ook een soort van lui. Want normaal werken of... Want kunnen we het hebben over je baan? Of zullen we dat nog even voor een andere keer dat bewaren? Dat zou ik de andere keer maar Je zei in ieder geval net dat je best wel blij bent dat je... Je hebt al 15 jaar gewerkt, keihard. Ja, klopt. Dus het is niet dat je... ik geef er niks aan eigenlijk. Ja, ik zat net even buiten een colaatje te drinken. En jij moest eigenlijk lachen van, is dit nou werken? Want jij hebt wel gewoon volle bak, ploegendienst... Ploegendienst gedraaid, 13 jaar lang. Keihard aan de bak is dat. Dat is gewoon vanaf dat je begint tot het einde is het gewoon knallen. Ja. Maar je hebt ook dagen, daar doe je helemaal niks. Hè? Dus je kan het een beetje tegenover elkaar wegschrijven. Heb toen tijdens het werk ook... veel bezig geweest met traden en het leren? Wel veel dingen uitzoeken. Voornamelijk toen ik jullie net gedurnd was. Heel die cursus gedaan. Dingen overnieuw blijven doen. Maar wat is jouw switch moment geweest? Ik denk dat het vorig jaar een beetje is gekomen. Van wanneer heb je... Is dat een stukje zelfvertrouwen geworden of nodig geweest? Of is dat een stukje technisch traden? Wat was het nodig? Ik denk een combinatie van. Maar ik denk dat het voornamelijk was dat ik in één keer... met die AI-short pak in één keer zo'n bedrag... Ja. Maar je hebt ook de ballen voor nodig om die dan op dat moment vast te houden. Ja, dat klopt. Maar dan is het gewoon de chart uitzetten en met een marktopening kijk je het dan. En dat lukte? Dat lukte, ja. Ik zit nu ook in een trade. Hij loopt en ik zie het wel. Ja, dat zijn de goede eigenschappen van een trader. En heb je er al over nagedacht over hoe je aankomende jaren uit gaat zien? Want toen ik bij jou op kantoor was, een paar weken geleden, moest ik wel lachen, had hij een Excel-bestandje... Met verschillende doelen. Ja. En toen zei hij eigenlijk al, dit zijn 2024 doelen, maar ik kan denk ik al 80% kan ik al afvinken. We konden ze eigenlijk al afvinken, maar we hadden toen samen met Kevin en Ruben hadden een soort van lijstje gemaakt van wat willen we dit jaar bereiken. Nou, dat was een kantoorpand. Kantoorpand had je. Wat was voor de rest nog? Zoveel funding wouden we behalen. Ja. Dat is ook al gelukt. Dat is ook al gelukt, maar er zijn voornamelijk HFT-firms die ertussen zitten. Ja, en wat is jouw mening over de nieuwe HFT-hype op dit moment? Ik vind het is gunstig als je snel wil opschalen, maar je moet wel kunnen traden. Er zitten allemaal regels aan verbonden. Je moet consistent kunnen traden, je moet je lot size goed strak hebben. Doe je dat niet, dan kan je in zo'n account wel tot 20k traden. Maar ze naaien je gewoon weg. Maar ze betalen je dan toch niet uit. Dus wat zijn de, stel je voor je bent een nieuwe trader, wat zijn de voor- en nadelen van een HFT-firm? Ja, de voordelen dat je gelijk funded bent. Ja. De nadelen dat er zoveel extra regels bij komen kijken. Dat is eigenlijk niet meer echt traden, maar meer in een kooi. Ja, klopt. Je bent echt gelimiteerd aan regeltjes. En heb je één regeltje wat je maar met een paar dollar... Stel, je hebt bijvoorbeeld die 50% regel, dat je mag met één trade niet meer als 50% van je totale winst staan. Ja. Anders keuren ze hem af. Maar stel je doet het met $1 te veel... Dan heb je wijs te kutten om dat weer recht te trekken.
Omdat je dan nieuwe trades moet nemen. Ja, en op die manier gaan veel mensen op hun bek. Ja, ik hoorde pas eigenlijk iemand in de DM die had... het is het, één keer 200k passing gekocht via een andere persoon. Ja. Account funded, getrade, kwijtgeraakt. Nieuwe funded erbij, kwijtgeraakt. En uiteindelijk was die 5 accounts verder. Toch 5k? Ja, 5k weggegooid eigenlijk. Ja, dus mensen denken eigenlijk je wordt gelijk funded. Ja. Maar als je echt niet kundig genoeg bent en je leest jezelf niet in... Dan gaat het gewoon mis. Dan gaat het gewoon hartstikke fout. Zeker als je in de emotie komt van die losing streak of weet ik wat. En je hebt het geld om accounts bij te kopen. Ja. Kan je zo 10k er doorheen jagen. Dus wat zou je aanraden voor mensen die zeggen, nou ik wil al een HFT'tje proberen? Zorg eerst dat je hem handmatig kan passen. Ja. Dat je gewoon ook dat je die een keer faalt of dat het wel lukt. Ook al krijg je geen payout. In ieder geval dat je dat stukje, dat je daar al voorbij bent, zeg maar. Ja. Oké, en... Toekomst. Dat is nu wel leuk. Want ik ben wel benieuwd. Van, je hebt nu een huisje in Rotterdam. Waar is het? De Kop van Zuid. Kop van Zuid. Een mooi plekje. Dat is een mooi plekje. Is dat dicht bij Westplein? Ja, op zich volgens mij wel een kwartiertje, denk ik. 20 minuten. Ja, een mooi plekje volgens mij. En aan het water. Vier verdiepingen, ik weet niet waar je dat voor elkaar hebt gekregen. Maar dat is wel, heb ik nog nooit gezien. Iemand met een huis met vier verdiepingen. Ja, beneden is eigenlijk garage en, okay. en dat soort dingen. Maar... die mensen die hiervoor erin woonden, die hadden daar een eigen bedrijf zitten ook. Dus die hebben dat helemaal omgebouwd tot... Ja, het zag er gaaf uit. Echt, ja. Ik heb nooit zulke grote gordijnen gezien, volgens mij. Ja, bizar. Hè? Ja, dat was heel vet. En, oké, dus je hebt huisje heb je nu rond. Je gaat ergens anders wonen. Dus je bent van Breda naar Rotterdam gegaan. Kantoor, ga je ook naar Rotterdam? Nee, dat blijft in Pijnakker, een beetje die regio. Oké. Dus een beetje niet te veel, hoeft niet per se in Rotterdam. Mm-hmm. Oké, werk samen met Ruben... en Kevin nog. Mm-hmm. En wat motiveert jou dan nu nog om elkaar door te gaan en stabiel te blijven gaan? Ik ben nu nog lang niet klaar. Ik heb nog zoveel plannen. Waar moet ik dan aan denken? Vastgoed. Ja. Buiten Nederland. Want hier in Nederland zijn die regels helemaal kut. Oh, dat is wel een leuk verhaal, want je gaat kijken naar... Ik ben bezig met informatie op te vragen in Bali. Ja, om daar als goeroe te wonen, maar... Nee, maar om daar wat aan te kopen en dan eventueel te verhuren. Ja. Ook gebruiken zelf als... Want er zijn genoeg van dat soort dropshippertjes. Ja, die doen dat ook. En die gaan wel bij jou huren. Ja, om daar dan fotootjes te maken met jouw huis. Ja, bijvoorbeeld. Of dat ben ik aan het uitzoeken. Ik heb zitten kijken naar Spanje. Oké. Appartementen daar, maar... Moet je niet bij die René Kooijman zijn. Nee. Niet bij de goeroes van ik ga jou even vertellen hoe je rijk gaat worden. Nee. Dat gaat niet. Gewoon zelf kijken. En heb je dan ook een dealfinder of hoe werkt dat? Nee, in Bali is dat allemaal via één bedrijf. Die hebben gewoon zoveel nieuwbouwprojecten die ze starten. En die worden pas gebouwd als ze verkocht zijn. Oké, en normaal bij... ik ging vroeger wel eens naar Turkije met de familie. Mm-hmm. En dan reed je daar en dan zag je allemaal onafgebouwde gebouwen. Dat krijg je dan. Dat krijg je. Dat heb je nu in Dubai ook. In Dubai heb je hele straten vol met leegstaande huizen. Ja. Oké, dus en dan heb je dat. En wat wil je met je trade account? Als je even je gekste dromen? Gekste droom, ja, ik denk uiteindelijk wel over de 2-3 miljoen. Ja, nou, zou ik een gekke vraag stellen. Zie jij jezelf eind volgend jaar, 1 januari, boven je persoonlijke account boven de 5 miljoen hebben? Misschien leuk om terug te kijken. Denk dat wel haalbaar is. Ja, ik zou zeggen... wel meer van dit soort trades hebben. Maar... Ja, maar je zegt dan bijvoorbeeld, het is niet je doel. En dat is op zich wel een positief ding, want dan ben je het niet aan het najagen. Nee, dat klopt. Ik doe wel gewoon stabiel. Het hoeft voor mij niet allemaal binnen een maand gedaan te zijn, zeg maar. En dat zien we toch wel wat meer bij wat... Ja, kijk, wil je niet oud noemen. Oude lul. Ja, oude lul. Nee, maar dat zie je toch wel meer volwassen gasten. Dat hoeft allemaal niet, 1, 2, 3. En de nieuwe guppies... Die willen, ja, maar dat we bijvoorbeeld gisteren in FXL erover, een jongen die deed 2 trades per dag wilde die doen. Ja. En dan elke dag. En uiteindelijk zie je dan 10, 20 trades doen in de week. Maar als je dat terugbouwt naar 3, stel je hebt 3 keer 1k winst in een week. 4 weken achter elkaar heb je ook gewoon een leuke maand. Ja, en wat veel mensen dus, wat ik ook heb gedaan is 20 trades in de maand, maar wel om 0,5% risk. Dat kan dan ook. Steek je er veel meer werk in. Ja, ben je veel meer uur ben je kwijt. Je gaat veel meer twijfelen. Kwaliteit veel meer van de trade forceren. Ja. Dus jij zegt eigenlijk een tip die je mee kan geven aan de mensen is... liever 1 of 2 goede, meer risk erop, bal op tafel.
Ja, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon als je een goede week hebt gehad, stop gewoon een week. Okay. Doe ik gewoon even tijd, ga lekker wat leuks doen. Ga uit eten, ga winkelen met je vriendin, weet ik veel wat. Ja, en wat doe jij op het moment dat je merkt dat je misschien overmoedig wordt? Of, nou, niet overmoedig, maar nou, zoals nu kan het... Nu is je emotie nog laag, want je loopt 130 in de plus. Maar het kan zomaar zijn dat de prijs dadelijk in New York... Het is nu het opnemen, is 1 uur. Kan het zijn dat New York opent en we in één keer 30, 40 pips doorpushen. Dat is voor jou op 300 lot nog 130k erbij. Dat kan op zich wel... Kan er wel wat bij gaan spelen. Ja, maar op zich, die cijfers doen me niet zoveel. Okay. Die cijfers gaan we pas wel doen zodra de betaling op mijn rekening binnenkomt. Ja, merk ik. Ik zie het pas echt als echt geld als het op mijn rekening staat. Niet, Dus hoe, als jij nu even een korte samenvatting kan geven van over hoe zie jij dat trade account? Is het een machinetje om geld te verdienen? Is het, wat is het? Ja, het is gewoon een buffer als het ware om meer kapitaal op te bouwen. Okay, dus het is echt een bedrijf eigenlijk? Ja. Oké, en want jij zit nu in die positie. En daar zit je. Dus daar ben je zei dat je hebt ingestapt met 100k exposure. Ja. Maar dat heb je daarna afgebouwd. Afgebouwd, want als ik dat niet had gedaan, dan was ik gelijk uitgestopt vanwege de lot size. Ja, want er stond 100 op het account. 100 op het account. Dus dat was ook gelijk het volledige risk om die trade te kunnen nemen. En wat nou als die daar gelijk misging? Dan dat had eigenlijk niet gekund, want die stoploss stond zo laag. Ja, oké. Okay. Nee, ik bedoel, wat nou als die van het moment van entry gelijk... Gelijk, naar... dan had ik hem al eerder uitgehaald. Oké. Dus je gaat erin met die 100k exposure. En dan doe je stop wat hoger. En 10 seconden daarna verschuif je mee. Dan verschuif ik hem omhoog gelijk. Oh, oké. Omdat je anders verkeerd gefilterd wordt en in één keer uitgestipt. Ik had het vorige week geprobeerd. Het GP CAT. Nee, CAT JP was dat. 200 lots. Stoplos zoals ik vroeger deed traden. En dan was het gelijk stoplos, gelijk 7k weg. Doei. Ja, dat is het nadeel van die hoge lotsize. Dat is gaar. Oké, en vanavond ga je een zoom geven. Gaan we misschien ook in de video verwerken. Ik kijk even de editor aan. Kunnen we misschien wel weggeven in de zoom. Ja. En dan gaan ook wel wat meer technische kant op, want dat kunnen we nu niet doen. En zijn er nog dingen die je mee wilt geven of die mensen missen? Ja, mee wil geven als je echt iets wil, ga er gewoon voor. Ja, je ziet heel veel half werk, hè? En dan niet een paar uurtjes bedacht. Nee, steek gewoon elke fucking vrije seconde die je hebt in dat doel wat je hebt. En ook in het weekend, ga gewoon daarvoor. We hadden het net over alcohol en dergelijke. Het is toch... wat we bespraken was hoe goed je week gaat in het begin. Mm-hmm. Of hoe goed je week gaat van maandag tot vrijdag en je performance hangt echt af van je weekend. Klopt. En er zijn dus bepaalde mensen, ik heb ook wel in die periode geleefd. Jij zei volgens mij ook dat je ik wel... Ook. Ik heb ook wel een periode gehad dat ik in het weekend lekker de feesten en drinken. Ja, en, gewoon gekke weekenden. En wat je dan merkt is, je gaat in de week, ga je bouw hem weer op. Je bent goed bezig. En dan bouw je hem weer af, waardoor je bepaalde mensen blijven gewoon heel hun leven op hetzelfde niveau. Maar dat komt vaak omdat dan degene die mensen zoeken in het weekend de afleiding voor door de week. Ja. Dus zorg ervoor dat je week leuker is, dat, meer zingeving heeft. Dat, gewoon zorg gewoon als je, stel je hebt een doel van oké, ik wil deze week of deze maand wil ik 200k funded zijn. Nou, geef gewoon elke seconde die je hebt tijd eraan om te zorgen dat het lukt. Ik denk, wat vind je van het over het algemeen de doelen van de mensen? Ik vind dat ze best wel laag liggen van wat ze geloven dat ze kunnen. Klopt, maar je ziet ook heel veel mensen die hebben een doel en die doen, die denken dat ze met een uurtje per dag... daar genoeg aan hebben. Ja, nou, als voorbeeld met uurtje per dag. Wij hebben het met FXL. Het ideale leerpad is wel niet, 8 uur per dag achter de chart zitten. Nee, dat klopt, want dan vergeet je het ook. Ja. Niet forceren, maar je kan wel dingen uitzoeken. Je hebt New York open, je hebt Londen open. Je ga eens kijken in plaats van continu bezig zijn. Ga gewoon kijken wat die markt doet. En uiteindelijk zie je dezelfde patronen weer terug. Want hoe treed je? Ja, dat is wel heel leuk. Vroeger nam ik echt een entry gewoon waar iedereen zijn stoploss zat. Ja. Gewoon echt zo laag mogelijk, super strakke stoplos en gaan. En tegenwoordig wacht ik soms gewoon 2 of 3 dagen tot de setup. Ja, dus op het moment dat bijvoorbeeld mensen zeggen, EU gaat nu omdraaien. Dan wacht je nog 2 dagen. Wacht ik gewoon even. Dus... Ik werd in het begin ook heel vaak afgeleid. Hè? Dan had je zo'n influencer, die wat ik vorige keer zei. Die zit te promoten ook, zit short op zoiets. En dan zat ik long. En dan ging ik alleen maar aan mezelf lopen twijfelen. Ja, en wanneer heb je dat zelfvertrouwen opgebouwd? Ja, door gewoon te denken van wie de fuck zijn hun? Wie zijn dat, weet je? Ja, ik heb genoeg goeroes online die Forex promoten, maar ik denk dat de helft ervan is niet winstgevend. Is echt zo, hè?
Die gasten die verdienen aan hun affiliates of ze verdienen aan andere zaken. De cursus? Ja, maar binnen Europa of binnen Nederland, hoeveel cursussen zijn er? Optreden. Ik ken er 2. Ja, hoeveel zijn er daarvan echt met een goede community waar ook echt iedereen zelf toe heeft? Niet veel groot. Nee. Nee, ja. Vond je dit nou een leuke video? En zeg je, hey, what the fuck, dit is een mooi verhaal. Robin en ik zitten dadelijk nog een keertje met Gavin erbij. En dan gaan we wat meer de diepte in. Gaan we eventjes kijken van, wat zit er nou achter? Hoe werkt het met IC Markets? Want we gaan misschien Robin overzetten naar Londen. Waarom zou je dat doen? Misschien een stukje over zijn risicoprofiel. En welke PR's treedt hij nou? En hoe ziet zijn leerproces eruit? Dus die video gaan jullie nog zien. Ik hoop dat jullie van deze hebben genoten. En dan tot de volgende.